Vandaag met rekenen, met jullie kijken naar blok 3, week 3, les 1. Het volgende heb je nodig bij deze les. Je whiteboardje, dus je wisbordje met een stift. Pak die spullen er vast bij, dan pak ik ook mijn spullen er even bij. Oké, wat gaan wij leren in deze les? We gaan leren sprongen van 10 terug te maken op de getallenlijn. Je ziet al een klein voorbeeldje. 73, 63, daar komt dan 53, enzovoort, enzovoort. Dit ga ik helemaal met jullie bekijken. En dat ga ik jullie rustig uitleggen. Kijk met mij mee naar opdracht 2. Zo. Lieke die ging kleren kopen in de winkel en zij had 73 euro bij zich. Toen zij moest betalen bij de kassa, ging er geld uit haar portemonnee. Dus er ging geld af. Teken met mij een getallenlijn op je wisbordje. Wil je dan het filmpje even op pauze zetten? Dat mag. Oké. Wij zeiden net al dat wij sprongen van 10 terug gaan maken. Dus wij kijken naar het tiental. 73. Daar haal ik 10 van af. Dan krijg ik 63. 63. Daar haal ik ook weer 10 van af. Dan krijg ik 53. En je raadt het al. Bij 53 haal ik er ook weer 10 van af. En dan kom ik uit op 43. Als je goed kijkt, zie je steeds dat er bij het tiental een getal verandert. Dus als ik bij 43 er ook nog een keer 10 afhaal, kom ik uit op 33. Nou, dit is wat wij deze les gaan doen. Sprongen van 10 terug. Wij kijken dus steeds naar het tiental. En daar gaan we wat van afhalen. Kijk met mij mee naar opdracht 3. Opdracht die je zo als eerste gaat maken. Daar zie je eigenlijk al een beetje staan wat wij net met elkaar gedaan hebben. Ik heb 53 euro, ik heb 88 euro. 91, 74 en 62. En daar gaat steeds sprongetjes van 10 af. Betekent dat we sprongen van 10 terug gaan tellen. Wij kijken naar het tiental. En zo tel je terug. Ik wil straks in je schriftje zien staan. Een rijtje A, een rijtje B, C, D en E. Met alle antwoorden naast elkaar. Ben je klaar met opdracht 3? Ga je naar opdracht 1. En opdracht 1 is iets wat we al vaker gedaan hebben. Erafsommetjes. En daar hebben we dan 3 rijtjes van.
Daar maak je mooie rijtjes van in je schrift. En ga je ook rustig mee aan het werk. Eerst maak je opdracht 3. En daarna maak je opdracht 1. Kom je er nou niet helemaal uit? Of vind je nog wat moeilijk? Schrijf je vraag even op. Dan kun je die later aan de meester of aan de juf vragen. Voor nu, heel veel succes groep 4. En ga lekker aan het werk.